Ik doe wel gas. Bedankt. Ja, veel succes ermee. Dat gaat lukken. Dit was mijn oude positie. Ik denk dat ik hem even moet aanpassen op de nieuwe positie. Iets hoger. Kijk, zo zie je nog wat. Zo meteen even doen. Mijn nieuwe speeltje. Is dat niet mooi? Ah, er moet nog wel het een en het ander aan gedaan worden. Maar dat maakt niet uit. Kijk, dat is wel lekker hoor. De USB laaien. Om de telefoon op te laaien of andere dingen op te laden. Een radio erbij. Ja, cool. Gaan we weer. Ik heb even deze ietsjes aangepast. Die stond een beetje. Kijk, nou staat hij onder spanning. Kijk hoor, zie je het bij me. Alles bij me. Niks laten liggen. Geen rotzooi. En geen attributen. Oh.
nou?
Dit is dus waarom ik altijd de dorpen en steden vermijd. Dichterbij staan. Thank you.
Goedendag. Een mooie rit gemaakt, jongen. Ja, ik ben bezig. Ik heb hem net gekocht. Oh, een proefrit. Ja, ik woon in Enschede. Ja, 100 kilometer. Ja, ik weet het van waar ik hem gekocht heb, 100 kilometer verderop. Ja. Dus hij moet je testrit naar huis toe, die echt goed is. En dan draai je meteen weer om. Nou ja, je gooit hem op aanhanger en je draait meteen weer om. Ja, ja, ja. Ja. En waar woon je zo ook dan? Sorry? Waar woon je zelf? Enschede. En woon je terug? Waar ben je dan? In Nieuw-Dordrecht. Oké. Okay. Ik vond hem heel erg mooi. Hij was een beetje opgebouwd zoals ik, man. Ja, ik heb hiervoor ook eentje gehad. Ja. Mooie rugleuning, grote koffer. Ja. Ik had zoiets, ik ga hem een keertje uitbouwen, zo'n tuipje erop. Maar ja, ik heb ook mijn uitkering. Ja. Dus een miskoop kan ik mij niet permitteren. Ik wacht nog. Ik kom deze. Ik denk, ja, die is voor mij. Hij ziet een plaatje, hoor. Ja, ik vind het zelf ook. Hier en daar zijn er wel wat beschadigingen op de lak. Maar hoor, dat ben jij een beetje bij. Dat is ook een nieuwe. Ja, een beetje personaliseren. Ja, dat bedoel ik toch. Ja. Het hoeft niet perfect te zijn. Nee. We zijn er bij het ook lief hebben. We zeggen, goh, dat is een mooi ding. Ja. Zeker. Ik denk dat je een goede koop hebt. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt. Ook. Hier, ik zal je mijn oude laten zien. Ja. Daar heb ik 130.000 kilometer mee gereden. Oh. Een boomer, hè? Ja, knap. Zo. En waar hier zo al naartoe dan? Overal. Ja. Gewoon ridden. Ja. Ja. We zien wel waar we uitkomen. Ja, tuurlijk. Ja, dat is een leuk avontuur. Vanuit Enschede rijd ik naar Amsterdam, Maastricht. Ja, bij opa verstappen. Tenminste, toen hij nog ging ik bij hem kijken. Ja. Dat is een rit van 125 kilometer of zo. Zo, een avontuur. Maar af en toe een omweggetje. Ja, een keer verkeerd rijden. Of verkeerd rijden. Ja, nee, maar dat hoort er allemaal bij. Ja, dat is mooi. Kijk hoor, wat is die? Helemaal hè? Ja, deze. Kijk, hier zit er wat gemaakt. Ja. Hier zit een kussentje onder. Ja, ja. Die heb ik erop gehaald. Ja. Lekker koffer. Ja. En... Waar zitten die koffers er al standaard op dan op deze? Nee. En ik had nog een bureaustoel erop gehaald. Oh ja. Dus. Ik ga niet weggooien, ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar ik kom vast wel niet. Je wordt creatief. Nou, hoppa, zo'n rugleun. Ja, jongen, je rijdt naar Amsterdam zonder moeite. Heerlijk. En zonder rugleun. En ze ging Hengelo, 20 kilometer. Wat voor benzine gooi je nou, hè? Euro. Ik doe euro en ik neem zelf bij. Ja, ik moet nog wel even iets vinden dat ik echt in het buiten kan maken. Het schijnt tegenwoordig nog wel belangrijker te zijn dan een paar jaar geleden. Ja. Dus ja, ik rijd 35 jaar al. Dus. Ja, je weet wel. En toen, toen was alles nog betaalbaar. En tegenwoordig moet je even kijken hoe en wat. Ja. Daar, ik doe. Mooi ding, man. We gaan verder. Ja. Hey, fijne dag, hè? Hetzelfde, dankjewel, man. Hoi. Geniet van de dag.